Ja, tuurlijk kan dat. Maar we hebben het over je leven gemakkelijk maken. En ja, het maakt het wel gemakkelijker. Je verbaast je erover hoeveel mensen het bestaan daarvan nog steeds niet weten. Welkom bij de Pixel Paranoia Podcast. Ik ben Mikelle en samen met mijn co-host Rick gaan we voor alles behandelen rondom UX, UI en front-end development. Uh, dit is de tweede aflevering alweer. We gaan er lekker vlot doorheen. Uh, Rick, wat hebben we vandaag op het programma? Uh, nou ja, we beginnen met natuurlijk de uh, highlight, of de aside, zoals we die uh, gaan noemen, of hebben genoemd eigenlijk. Ja. Uh, en dan gaan we vervolgens in op ons main onderwerp van de aflevering, uh, wat deze keer gaat over Domotica, oftewel het uh, automatiseren van je huis. En dan willen we het voornamelijk hebben over het user experience van het geheel. Want uh, het is nogal een groot landschap waar je verzeild in raakt als je er eenmaal mee begint. Ja, zeg dat wel. En er uh, nou ja, komt nogal wat bij kijken, dus daar willen we het even over gaan hebben. En dan uh, allereerst onze asides voor deze week. Wat uh, is jouw aside? Ja, uh, mijn aside is um, eigenlijk een, uh, een blog. Uh, het heet uh, Seven Practical Tips for Cheating at Design. En de reden waarom ik daarmee ben gekomen is. Het is alweer een, een wat ouder blog, volgens mij. Twee jaar oud, geloof ik. En het is geschreven door Steve Shoger. Uh, die heb ik vorig jaar op uh, C6D gezien in Amsterdam. En uh, daarvoor heb ik al wel wat uh, YouTube-clips van hem gezien. Waar hij in live. Uh, ja eigenlijk UI's aan het verbeteren is uh, designs en met allerlei handige tips en um, uh, wat ik een beetje in mijn uh, uh, om mij heen zie en ook wel met collega's of met andere uh, ex-collega's waar ik mee gewerkt heb die een beetje uit um, ja, de back-end wereld komen dus uh, .net of Java uh, of PHP en die zijn een beetje richting frontend gegaan en dan gaan ze vaak een beetje richting uh, nou frontend engineer noemen wij dat dan en dan gaan ze een beetje in de engle wereld En uh, maar ja, dan, dan komen ze ook in aanraking met, met HTML en CSS. En ook wel een beetje met een stuk ja, visueel design. Tussen haakjes. En um, Steve Joker die, uh, is dat volgens mij ook tegengekomen. Tenminste, dat denk ik. Want anders had hij dit, uh, deze blog niet geschreven. En wat hij daar eigenlijk in dit blog schrijft, zijn dan eigenlijk een aantal ja, best wel handige tips om altijd wel mee te nemen als je bezig bent met een applicatie of website. En ja, dan moet je denken aan, aan kleurgebruik. Uh, aan aan nou, niet te veel uh, verschillende lettertypes gebruiken. Uh, hoe je shadows inzet. En hoe dat ook een beetje realistisch overkomt. En uh, nou, niet alles overal maar een bordetje omheen zetten. Dus eigenlijk dat je een heel, een heel clean en gedegen goed design krijgt. En dan heeft hij gewoon een aantal tips voor. En uh, ja, dat is eigenlijk mijn site. Die, uh, die kan ik wel aanraden. Hij is ook de medeoprichter van Tailwind CSS, toch? Ja, ja, hij, uh, hij, hij zit, uh, volgens mij doen ze dat met z'n tweeën, of misschien inmiddels meer, dat weet ik eigenlijk niet zeker. Maar ik weet dat hij het uh, een en ander ook designt voor Tailwind. Uh, ik weet niet zozeer of hij echt aan de code bezig is, maar ik weet wel dat hij bijvoorbeeld het hele color patterns en alle patterns een beetje uh, ontwikkeld heeft. En, uh, maar hij, is inderdaad, hij zit inderdaad ook in het team van, uh, van Tailwind. Zeker? Ja, precies. Ja. Nee, ik heb zijn uh, boek Refactoring UI uh, gekocht alweer een paar ja. jaar geleden. Echt uh, volgens mij iets van 120 pagina's of zo. Met allemaal tips over uh, kleurgebruik. Uh, ja, echt. Het gaat heel diep in op best wel bijvoorbeeld wat voor kleuren grijs je het best kunt gaan gebruiken. Bij, uh, bij, bij welke ja, uh, primaire kleuren. En um, inderdaad uh, het gebruik van verschillende shadows om, om dieptes van verschillende elementen aan te geven. Ja, dat, ja. Uh, is ook, dat boek is ook een aanrader trouwens. Ja, zeker. Ik, ik denk wel dat het boek is, is wel wat meer uh, op de UI-designs gericht, uh, galken, Want hij gaat daar echt wel de diepte in. En nou ja, wat je al zei, dat zijn echt 120 pagina's met, met voorbeelden en, en tips tricks en tricks uh, en, en het blog wat hij hier ja. een beetje geschreven is wel een beetje van. Nou ja, weet je, ik, ik raak af en toe eens een UI aan en ik, ik moet dat gewoon netjes doen. Ja. Ik kwam hem een keer tegen op YouTube en uh, ja, daar gaat hij eigenlijk live. Heeft hij ik weet niet waar hij hier aan die designs komt. Maar hij heeft een design gekregen van iemand. En die gaat hij dan live uh, verbeteren, zeg maar. Met diezelfde tips die hij ook in die ja, boek schrijft. Ja, precies. En uh, het is eigenlijk best wel zo super leerzaam. Maar er zitten echt wel wat kernelementen in hoe jij uh, ja, gewoon een netter visual design maakt. Dus uh, ja, uh, we zetten hem ook even weer in de description. Uh, ook even met naam en uh, ja, even een linkje erbij. Want uh, zoek hem zeker op, want uh, hij heeft gewoon best wel veel nuttige dingen te vertellen. Hé, hey, en uh, wat is jouw site? Ja, ik, het, is de, het zijn de nieuwe headphones van Apple. die uh, <laughs> aangekondigd zijn. En dan denk je: ja, ja, maar wat heeft dat in godsnaam te maken met. nou ja, user experience. Maar UI, design, uh, wel een beetje. Het zijn natuurlijk wel weer. Uh, ja, typisch, typisch Apple-dingen. Uh, ze, ze zien er. Uh, ja, ik vind, ik vind ze er wel aantrekkelijk uitzien. Natuurlijk heel clean. Uh, heeft wel wat weg van de onderdelen. die ook in de, in de Apple Watch. Uh, terugkomen, ja, en in de ja, iPhones zeker. natuurlijk in, uh, nou ja, ik vind het wel aantrekkelijke kleuren. Maar goed, daar hangt natuurlijk ook weer een, uh, ja, een prijskaartje aan. Des Apples prijskaartje? Ja, wel zeer Des Apples prijskaartje, <laughs> inderdaad. Het, uh, oh. ik, ik, ben nog, ik ben benieuwd naar de reviews of ze ook daadwerkelijk echt, uh, ja. echt goed zijn. Maar goed, ik zit hier met een boze uh, noise cancelling headset op, die het uh, ook prima doet. En die kost uh, niet uh, 600 uh, nog iets euro. Nee, Nee, ik, ik, nou ja, uh, wij, wij hadden het hier van de week al even over. Uh, uh, ik, ik ben zelf wel een beetje benieuwd naar welke doelgroep ze hier nou precies aanboren. Want dit is wel, dit is wel echt een stevige prijs voor een headphone. Ja, ja zeker. Ja, ja, ik, ik, dat, ik had hem als aside omdat ik het design wel aantrekkelijk vind. Uh, ja, ja, het, het, is, het, is, het vind. is echt super clean. En ze hebben ook weer weer, uh, uh, dat vind ik wel weer tof, uh, uh, waar die dan aan, aan hangen, waar die oorschelpen aan vastzitten, is dan weer zo'n, dat, dat, dat staal wat volgens mij ook wel in de Mac Pro zit, in de wieltjes, ja, die uh, ja. 700 euro per <laughs> stuk waren. Ja, ja klopt. Ja, het is een beetje zo'n, zo zo het gedeelte wat uitschuift inderdaad, bedoel je. Het is een beetje zo'n ja, ja. hydraulisch idee in plaats van een kliksysteem wat de meeste headset hebben. Dus ja, het is, het is allemaal net iets luxer. Het ziet er ook al, ja. Verfijnd uit, maar uh, het kost wat, dus, uh... ja. En ik, ik zag ook, uh, weet je, uh, ze hebben dus wel goed gekeken, denk ik, naar wat is nou de top of the line. Dus als je een beetje kijkt naar de, de noise-canceling headphones, nou, dat zitten we hebben de, de Sony, ik weet even het type nummer niet, en de in de boze CQ's, de uh, uh, Quiet Comforts. Uh, ik denk dat ze daar een beetje op richten, maar dan toch de boven. Alleen, uh, je merkt wel, ja, ze hebben wel weer over dingen nagedacht. Dat, dat, dat scrollliedje inderdaad, wat je al zei van de, van de Apple Watch. Ja, dat lijkt me best wel handig. Uh, maar ook die, die oorschelpen die er dan uit kunt klikken, die weer met magneetjes zijn gemaakt. Het, ze hebben er wel weer over nagedacht. De, de, ja, en, en het is een Apple-product. dus de user experience van het geheel als je in de Apple-ecosystem zit is natuurlijk wel gewoon weer heel fijn. Dus je opent ze, je houdt je telefoon bij in de buurt... en voilà, ze zijn gekoppeld. En je hoeft ja. allemaal niet moeilijk te doen... met, met zoeken naar Bluetooth-devices en, en wel of niet verbinden. Dat, dat werkt gewoon, net als met de AirPods uh, uh, standaard. En uh, ja, je Apple Watch en uh, al dat. Dat soort dingen: koop een nieuwe iPhone, hou hem bij anderen in de buurt en hij zegt: Hey, wil je de data overzetten naar je nieuwe iPhone? Dat, ja, ja, it just works. En dat is toch wel ja. een user experience dingetje, wat wel erg, erg fijn is van Apple-producten. Goed, daar betaal je dan uh, ook voor. Maar heb jij 630 euro over voor een headphone? Nee, ik, denk het, ik <laughs> denk het eerlijk gezegd niet. Weet je, ik, ik, ga, ik ga wel zuinig om met deze quiet comforts die ik nu op, op heb. Die gaan wel altijd terug in hun, in hun protective case. Die er trouwens nog ja. steviger uitziet dan de soort handtas die je erbij krijgt bij die nieuwe Apple. Uh, ik wou dat net zeggen: <laughs> daar moeten we het misschien ook even over hebben, want dat is wel een, echt een apart ding. Ja, design-wise is het natuurlijk wel weer anders. En des uh, apples en een, een statement misschien, weet ik niet. Het, het is wel weer cool. Er zitten magneetjes in. En het gaat allemaal. Ja. Er zitten geen aan- en uitknoppen op je headset. Want als je hem in die sleeve doet, dan gaat hij in batterijbespaarmodus. Ja, maar ja, ja. Uh, of het nou daadwerkelijk echt protection biedt, dat is natuurlijk weer een, uh, een vraag. vraag maar goed, me ook af. Daar kun je vast wel weer een, een third party case voor kopen van 80 euro. Ja, en, en je, maar uh, aan de andere kant, je hebt dan wel een mooie handtas. Dat, ja, dat is waar, <laughs> ja. dat is waar. Goed, dat waren de sites volgens mij. <laughs> ja. Op naar ons hoofd, uh, hoofdstuk. De main. Uh, we gaan het hebben over domotica. Uh, en dan dus het user experience ja. gedeelte van het, uh, van het hele stuk. Uh, voordat we daarmee beginnen, nog even heel kort terug op de vorige aflevering. Daar hadden we het uh, uh, over het dyslexiefond uh, wat we tegenkwamen. Uh, bij Centraal Beheer. Uh, en zouden we zouden even wat onderzoek naar doen of dat daadwerkelijk uh, nou ja, zou helpen. Uh, ja. Maar daar kunnen we heel kort in zijn. Er is onderzoek <laughs> naar gedaan. En uh, een, een speciaal dyslexiefond uh, die daar wordt gebruikt, uh, biedt geen extra's bij mensen die dyslexie hebben, blijkt uit onderzoek. Ja, het, het is dus inderdaad niet bewezen dat het echt daadwerkelijk wat toevoegt. En dan, uh, nou ja, we zijn even gaan kijken van hè, waar kunnen we dat fonds nou krijgen. Er is dus een Nederlandse partij die die font aanbiedt. Maar dat doen ze wel op een vrij commerciële manier, moet ik eerlijk zeggen. Ja, de website uh, bevat nogal wat uh, koopknoppen. En uh, ja. sluit hier een abonnement af voor de hele organisatie. En voor scholen en voor uh, you name it. Dus daar hangt wel een uh, stevig prijskaartje aan als je dat uh, groot wil gaan integreren. Voor nou ja, iets wat dus nog niet volledig bewezen blijkt. Uh, op hun eigen nee. website schrijven ze dat natuurlijk uh, anders. <laughs> nee, dus dat, dat is wel uh, ja, even goed om rekening mee te houden. Dus ja, mocht je het in je project gebruiken... kijk daar wel even goed naar. Is, is het echt nodig? En uh, misschien komen we al heel einds met het fonds... Uh, wat wij vorige week ook uh, uh, bespraken. En misschien is het niet zozeer voor dyslexie... maar wel in het algemeen om het gewoon beter leesbaar te maken. Ja, visueel beter leesbaar te maken. Ja, ja. Goed, dan het hoofdonderwerp uh, domotica. Ja, domotica. Uh, ja, wat heeft dat eigenlijk te maken met UX? Ja, nou ja, het is natuurlijk wel een stukje user experience van je huis eigenlijk in brede zin. Uh, ja. Je maakt je leven er of je kan je leven er een stuk makkelijker. Van maken, fijner van maken. Dus ja, ja je, je leven er beter, makkelijker, fijner van maken. Dus dat heeft wel in, in die zin heeft het te maken met, uh, met, met UX. In, in brede zin. Um, en natuurlijk komen alle dingen die je kunt aansluiten uh, ook nog met hun eigen apps en instructies. Ja, en ja. Nou, dat uh, die hebben ook allemaal een eigen UI en uh, een stukje user experience. Ja, klopt. Ja, en, en um, nou ja, je, je kunt. Ja, je kunt helemaal los gaan in principe. Je kunt eigenlijk alles al wel automatiseren. Uh, dat is niet zo'n probleem. Maar het maakt nogal wel uit. Ja, ook, ook de user experience om het op te zetten, om het in te stellen, om het allemaal te configureren. Dat maakt nogal uit wat je kiest. En uh, volgens mij dachten wij daarom van. Nou, dit is wel een leuk onderwerp om eens te bespreken. Van ja, uh, uh, is het ook echt gebruiksvriendelijk? En uh, ja, uh, kunnen we het ook echt aanraden aan, aan andere mensen of niet? Um, hoe ben jij dan ooit gestart met het automatiseren van je huis? Uh, ja, dat is een goede vraag. Uh, ik denk dat het ongeveer drie, vier jaar geleden is. Toen kreeg ik met uh, met Kerst een uh, Philips Hue set. Uh, nou, ga je nou, al ik... even een stapje verder terug uh, vroeger in mijn in huis bij mijn ouders. Die hadden uh, nou, volgens mij begon het ooit met zo'n klepper dat je de lampen uh, uh -huh. kon aanzetten door uh, drie keer in je handen te klappen of zo. Of twee keer in je handen te klappen. En dan ging de, ja, 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 ging ja, de TV aan en de lampen. En dat is later... beetje, beetje op zijn Amerikaans. Uh, wat je vroeger al in de serie zag. Ja, ja precies. Dat. precies Daar waren mijn ouders wel, uh, wel vroeg bij. En uh, dat werd later werd dat zo'n uh, ja, zo radio frequency. Uh, uh, Ding die je gewoon bij de action en zo tegenwoordig kunt halen. Uh, met zo'n afstandsbedienetje. En daar zitten dan drie van die lompe stekkers bij. En die doe je dan tussen, tussen je nou ja, apparaten die je wil schakelen. En dan uh, nou ja, druk je op A, -A tot en met. Uh F of zo, wat er op de afstandsbediening staat. En dan gaan, ja. gaan alle lampen aan of uit. Dus ja, dat eigenlijk kan ik sinds, sinds ik me kan herinneren dat, dat we lampen in huis uh, moesten Dat ik de lampen in huis kon bedienen, hadden wij één afstandsbediening. En dan drukte ik op alles aan en dan ging alles aan. En dan drukte je op alles uit en dan ging alles uit. En uh, ja, dat, zo ben ik ook in mijn eigen, uh, eigen appartement begonnen. En toen, Best dit? Ja, nou ja, dat ik. Je verbaast je erover hoeveel mensen het bestaan daarvan nog steeds niet weten eigenlijk. Ik had laatst ja, mensen nee, op bezoek... Dat, uh... en die, uh, die, die zagen mij dat doen. En ik dacht, oh, kom je daar? Ik zei, oh, kost een tientje bij de Action... en dan heb je drie stekkers... <laughs> en dan uh, kun je gewoon je, je domme lampen... nou ja, redelijk slim maken. Door ze... nou, slim. Uh, je kunt ze in ieder geval allemaal bedienen... met één afstandsbediening... in plaats van dat je het ja, hele huis ja. rond moet. Ja. Maar uh, hoe ik toen vervolgens ben begonnen... met echt nou ja, het automatiseren... Uh, is ik heb toen thuis een... Um, Cashpakket en Philips U Starter Set gekregen. Met een hubje ja. en uh, twee lampen of zo, of drie lampen. En een afstandsbediening. Dus dat waren de eerste lampen in huis. Nou, dan kreeg je dan de Philips U app bij. En uh, daar, uh, ja, dat was eigenlijk best wel simpel. Je, je plugt dat hubje in het uh, stopcontact. Stekkert je erin naar je, naar je router. Dat, dat zit allemaal in de box, dus dat kan iedereen doen. En ja. dan uh, schroef, je, schroef je een lamp ergens in een stopcontact. Volg je de instructies, wat letterlijk is vijf keer de lamp aan en uit doen. En dan oh ja, uh, ja, ja. heb je de app, heb je open. En dan zie je je app verschijnen. Of je lamp verschijnen. En dan kun je, kun je de lamp bedienen. Harder, zachter, alle kleuren van de regenboog. Nou, dat, ja, uh, ja. zo simpel kan het zijn. Dus daar, daar begon ik mee met twee lampen. <laughs> ja, check. Oké. Okay. Ja, nee, ik, um, ik, ik moest daar even over nadenken. Ik ja, ik weet niet hoe lang ik het al heb, maar ik ben inderdaad ook begonnen met een, uh, een Philips Huey Starter Set. Ik heb dus niet zo'n klap uh, klapper gehad ja. of uh, een afstandsbediening. Ik weet wel dat mijn ouders zijn daarmee uh, mee begonnen. Dus die hebben die ook zo'n zo afstandsbedieningetje op de tafel liggen. Dan ja. uh, ja. nou, wordt het wat donker en dan gaat het klik, uh, klik, 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 klik. klik En dan zijn er weer uh, <laughs> zeven lampen aan. Dus dat vond ik altijd wel grappig om te zien. Uh, maar ja, ik ben met zo'n starter kitje begonnen. En, uh, um, en volgens mij ook zo'n ledstrip uh, onder mijn tv-meubel. Die zijn wel aan de prijs. Die, die zijn ja Dat sowieso ik, uh, uh, volle hapen. Ja ja, Philips Hue is, is sowieso een prijzige uh, bedoeling. Maar het heeft ook wel een pluskant, moet ik eerlijk zeggen. Uh, de kleuren en het dimmen en het. Het is wel hoge kwaliteit. Ja ja, er is. Nou ja, Daar komen we zo meteen nogal op. Over wat je allemaal kunt aansluiten. Maar de, ja, de, ja. de Philips-dingen die hebben een prijskaartje. Alhoewel, ik moet wel zeggen, ze zijn de laatste jaren wel echt goedkoper geworden. Ja, uh, ja eens in het begin was het wel echt schreeuwend duur. Het, het werkt gewoon echt heel simpel. Je, je, ja. Echt Iedereen kan dat gewoon doen. Ja, en de app uh, uh, ja, ziet er eigenlijk ook best wel netjes uit. Eigenlijk al vanaf begin af aan. Ze hebben niet zo heel veel aan dat design veranderd volgens mij. Ja, sinds ik hem gebruik, uh, eigenlijk is hij voor mij nog steeds hetzelfde. Ja, ja uh, het is gewoon: uh, je hebt een aantal tokkeltjes waarmee je uh, groepen of, la of lampen specifiek aan kunt zetten. En je hebt dan uh, vaak een, 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 een soort kleurenpalet-icoontje waarmee je de kleuren kunt instellen. Of als jij uh, uh, niet een full RGB-lamp hebt, uh, dan kun je waarschijnlijk wat uh, de, de warmte-tint van de lamp instellen. Ja. Uh, cool. En je hebt nog scènes. Uh, en dat is. Ik doe, doe jij echt trouwens veel met die scènes? Ik heb. Uh, misschien wel handig om even uit te leggen. Scènes zijn, uh, zijn inderdaad presets van je, ja. Ja, je lampen. Of eigenlijk alle, alle dingen die je in de Philips U heb, hebt hangen. Uh, UI? Of U? Hoe, uh, Wat is dat eigenlijk? Philips, ja, het is, het is dingen UI, uh, uh, denk ding ik. Want volgens mij is dat. UI, Amerikaans, ja. Engels. U. U, ja. U nou. Anyway, uh, uh, scènes zijn um, uh, ja, vooraf ingestelde. Uh, ja, pre Preset-scènes, hoe wil je ze eigenlijk uitleggen? Je kunt gewoon ja. uh, van je lampen zeggen dat je uh, een x aantal lampen uit wil hebben. En dan kun je dat opslaan als, als scène. Uh, dus ja, ik heb meerdere scènes. Eentje is uh, gewoon avondeten. En ik heb eentje voor uh, film kijken. Dus dan gaan de lampen oh, ja. achter ja. de bank en zo gaan uit. En naast de televisie. Ja. En dan heb ik alleen nog wat zweerlampjes aan. Uh, ja, 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 precies. Zo, zo heb ik verschillende, verschillende scènes aangemaakt. Ja, ze hebben ook wat, wat, wat eigen gekke scènes, safari en zo ja, en, uh, Noordpool. En uh, wat, wat dan wel misschien wel wat grappig is, het zijn dan niet dat alle lampen dezelfde kleur gaan doen. Het is dan ook de ene lamp is dan lichtblauw, de andere is dan donkerblauw. En zo, zo probeer ze een sfeertje te krijgen in je nou, woonkamer, of waar je dan ook met de lampen hebt hangen. Uh, ik moet eerlijk zeggen, dat was in het begin even grappig. Ja. Uh, maar ik gebruik dat niet. Ik heb inderdaad zelf custom scènes aangemaakt. En uh, die stel ik inderdaad in als ik een film ga kijken of een andere bepaalde actie wil doen. Um, maar ja, dat is, dat is wel een beetje hoe ik begonnen ben. En dat is echt met een aantal lampjes begonnen. En dat heb ik wel, ja, ben ik wel langzaam aan gaan uitbreiden. Alleen toen dacht ik wel van ja, uh, dat, dat Philips uh, UI is uh, best prijzig. Ja. En kan dat ook goedkoper. Ja. Ja. Maar en dan even voor onze luisteraars: stel je wil je mee beginnen, uh, je wil je, je lampen in je huis uh, smart maken, dus je wil ze op afstand uh, aan kunnen zetten, of je wil dat als je thuis komt je lampen aangaan, als je weggaat je lampen automatisch uitgaan, dat je niet vergeet om je lampen uit te zetten, dat je ja. lampen groen knipperen als er een voetbalteam heeft gescoord, of het uh, blauw uh, aangaan als het buiten regent. Ik noem maar wat. Je kunt er alles mee instellen. Ja. Wat uh, raad je dan aan? Ja, nou ja, je hebt uh, verschillende systemen. Uh, ik denk dat ook een aantal mensen uh, vast wel het uh, klik aan-klik-uit-systeem hebben gezien bij uh, de diverse bouwmarken. Uh, ja. Dat is, uh, nou, daar kun je mee beginnen. In principe wat dat doet, is je hebt daar ook een app uh, en je kunt lampen in en uitschakelen. Uh, wat wel zo is, dat systeem tegenwoordig wel trouwens, met een kleine uh, noot, maar uh, uh, dat systeem over het algemeen weet dus niet of een lamp aan of uit is. Uh, dus dat kan misschien wat vervelend zijn. Dus als, ja, als jij een storing hebt, een stroomstoring, en dat stroom gaat weer aan, dat die lampen dan aan zijn, nou, de app die zet het dan niet meer uit, uh, allemaal dat soort ja. nare problemen. Maar het is wel een basic setup om mee te beginnen. Uh, nou, wat jij zei van als ik de deur uit ga en de lampen moeten automatisch uitgaan, uh, ik weet dat de Philips UI app die heeft een soort geofencing-achtig idee heeft ja, klopt. En daarmee kun je, uh, ja, je hele sets, je hele huis uitdoen. Of uh, bepaalde lampen aandoen. Of op bepaalde tijden juist lampen aandoen. Dus ja, JUI ga, gaat er wel wat verder in. Ja, je kunt uh, verschillende starter sets kopen. Uh, je kunt een Philips U-starter set kopen. Uh, wat je in ieder geval nodig hebt, is een, uh, is een, een bridge, zoals dat ding heet. Uh, dat is een kastje waar je eigenlijk je, ja, je apparaten, je lampen, stekkers uh, aan kunt koppelen. Die ja. heb je van zowel Philips als van de Ikea. Ja. Uh, soms heeft de Aldi ze. Uh, je kunt ze ook wel inderdaad bij bouwmarkten halen van verschillende, verschillende merken. Wat wel belangrijk is, is dat je erop let dat het van Zigbee 3.0 volgens mij is. Ja. Uh, ja. staat wel op de doos Zigbee Certified of zo. En de oh, er is uh, voor het eerst... In de wereld hebben bedrijven volgens mij een standaard afgesproken. Waardoor het gewoon <laughs> eens een keer met elkaar werkt. Het is ongelooflijk. Ja, ik moet wel heel eerlijk zeggen. In het begin was dat niet helemaal vlekkeloos. Want wat ik al zei, ik ben begonnen met een Philips Huey Starter Set. En uh, toen kwam in het nieuws van... Ikea gaat beginnen met smartlampen. En ik heb uh, als een malle... Want dat was volgens mij... Hangen we er niet in op? Ik dacht iets van 16 euro of 12 euro per lamp. Voor een smartlamp. Mm -hmm. Ik dacht, ah, dat is goedkoopje. Want uh, Philips die gaat echt richting de. weet ik veel. 40 euro toen of 30 ja, euro. Ja, dat ja, ja, was wel eens echt aan de prijs. Uh, dus dacht uh, ja, ik, ja, ik, ik, ik haal me een sloot van die dingen op. Want ik ben, ik ben nu verkocht. Ik snap het hoe het systeem werd. Uh, Ikea zei ook van ja, wij doen ook aan Zigbee. Maar toch ging dat niet helemaal vlekloos. Je moest wel wat gekke handelingen doen. om het aan jouw systeem te koppelen. Dat was nog in het begin nog wel even niet zo heel handig, maar inmiddels uh, we zijn in 2020. Ik kan nu gewoon naar de IKEA gaan en, uh, en een lampje erbij doen. Ja, <coughs> ja, ja, ja. Ik uh, bedenk me wel dat je hoeft trouwens niet per se zo'n hub te hebben. Je kunt ook een Google Home hebben en dan kun je die. Uh, ja. Dan moet je even letten of de lampen dan inderdaad uh, zo'n icoontje hebben met uh, works with Google Home of zo. Ja, dat is, dat is gewoon uh, wifi, hè? Ja, ja, een wifi netwerk. Kun je ook halen bij de, bij de Hema zelfs? Ja. De Lidl is er nu ook Hema, mee begonnen. Lidl? Ja, en Lidl heeft nu ook, uh, ook Zigbee trouwens. Ja, Lidl, ik dacht dat ze beide doen, uh, die ja, van Lidl. Ja, Klopt. Hema weet ik niet. Maar uh, ja, je, je kunt ze echt uh, overal halen. Dus het is echt prachtig. Ja, ik, ik denk dat eigenlijk de, de drempel om uh, ja, met, met, met een smart home te beginnen, is nu wel echt uh, uh, verlaagd. En uh, nou ja, dat merk je ook wel als uh, uh, bedrijven zoals Hema, Lidl uh, erin gaan stappen. Daar geeft het al wel aan dat het is nu echt wel voor het uh, nou, tussen haakjes het normale volk om het maar zo te zeggen. Um, nou, we, we, je kunt ook nog geadvonseerder aan de gang, uh, mocht je willen, want um, ja, je kunt ook allerlei dingen aan elkaar gaan koppelen. En daar wordt het wel wat uh, iets complexer in, want dan begint het al een beetje meer te lijken alsof je, nou, ik wil nog niet zeggen programmeren, maar je kunt bijvoorbeeld met uh, if, then, that. Uh, if this, if, this, then if that. this then that, sorry, uh, kun je bijvoorbeeld uh, zeggen: van uh, ja, ik loop de deur uit en uh, moet mijn uh, afzagkap moet uh, uit of zo, ik noem maar wat. Als je daar tenminste een sensor tussen zet of een van een, een de andere schakelunit. Ja. En je kunt daar, uh, ja, je, je, je moet heel eerlijk zeggen, je kunt daar helemaal los in gaan. Uh, tot zover dat je een, een, een Raspberry Pi neemt, uh, helemaal zelf configureert en programmeert. Ja. En dan heb je nog software voor, dat heet Home Assistant. Maar daar zijn we wel die hard bezig. En als we het dan hebben over user experience en ook over user experience van het opzetten. Daar heb ik dan wel mijn kanttekening bij. Dat is echt niet voor iedereen weggelegd. Nee, nee, nee. nee. Klopt. Nee, je, kunt, uh, je, kunt dus, ja, je kunt redelijk simpel beginnen. Stel je hebt uh, Sonos-speakers in huis en dan wel de Sonos-speakers die uh, een Google Home Assistant hebben of uh, Alexa, dat zit in beide. De, bijvoorbeeld een Sonos Beam of een Sonos One en dan niet de SL. Uh, ja, niet de SL. Dan, uh, ja. kun je dus, dan kun je dus gelijk aan de slag met, uh, ja, met lampen vervangen. Die schroef je erin. Je doet ze zes keer aan en uit. Je hoeft letterlijk niks te doen. En je zoon als begin opeens om te roepen: dat hij een nieuwe lamp heeft gevonden. En dat je hem ja. kunt aansturen door: Nou, geef hem een naam uh, te roepen. Dus uh, de, ja, de user experience. Van, uh, ik vind de user experience van het, van het ja, totaalplaatje. Uh, in het begin, en dan dat is vier jaar geleden. Uh, toen was het al wel simpel, maar best wel. Nou ja, het stond best wel ver van de. Van de, van de gemiddelde gebruiker af, zou ik willen zeggen. Ja, het was best ja, wel ja. een ding, zeg maar. En ja, dat is IT. niet uh, kan, kan iedereen aan beginnen. Maar op nee. het moment dat je bij de HEMA inderdaad... Uh, smartlampen kunt halen... Um, dan, uh, dan, dan zijn we dat stadium toch wel gepasseerd... dat, uh, dat het simpel is. Ja, nou, jij stipt eigenlijk net al wat aan. En uh, misschien skippen we daar net te makkelijk overheen. Want je hebt het over uh, Google Home, Alexa. Uh, we hebben Siri nog... Uh, dat zijn eigenlijk uh, gewoon uh, ja, spraakdiensten waarmee je uh, tegenaan kunt praten. En uh, nou, wat volgens mij jij en ik allebei gedaan hebben, is onze Philips Huey is gewoon uh, controllable door ofwel uh, uh, Google Home, Alexa of Siri. En, en dan begint het wel, ja, vind ik in ieder geval, heel erg leuk te worden. Ja, ja in eerste instantie uh, als je natuurlijk uh, begint met het vervangen van wat lampen in huis. Uh, dan kun je die bedienen met je app op afstand. Uh, en in huis. En je kunt allemaal kleuren doen. En je kunt scenes maken. En je kunt ze aan, aan via wat services zoals If This Then That. Of uh, in de U-app zitten ook wel wat, wat, uh, wat um, voor ingebouwde um, links met andere apps. Uh, ja, kun je, kun je van alles nog wat doen. Uh, maar het is natuurlijk soms wel vervelend dat je niet even met een schakelaar de lamp aan kunt doen. Dan kun je natuurlijk ja. een afstandsbediening voor kopen. Uh, je kunt je app openen. Uh, maar goed, als je je handen vol hebt met eten, als je de woonkamer inloopt, dan uh, kun je ook alles bedienen met je stem. En ja. dat kan dus inderdaad via uh, Alexa. Uh, dat is officieel nog niet in Nederland beschikbaar. Dus niet in, ofwel niet in het Nederlands. Je kunt het wel installeren nee, op je, je Sonos speakers of als je zo'n Alexa uh, product hebt. Uh, de meeste mensen zullen waarschijnlijk uh, Google Home gebruiken. Ja, maar die is in het Nederlands. Ja, die is in het Nederlands. Uh, die kun je zelfs bij de Albert Heijn halen. Dan heb je zo'n kleine ja, soort hockeypuk. een grijze hockeypuk. Ja. Uh, en dan, uh, dan kun je dus allemaal spraakcommando's uh, uh, tegengeven. Dus dan kun je gewoon uh, met je handen vol de woonkamer inlopen en uh, vragen of hij uh, de woonkamerlampen aandoet. Ja, ja het is, het, ik vind het echt uh, ja, erg handig. Uh, ik, ik ben zelf ooit begonnen met Alexa. Uh, ik vind Alexa wel erg fijn. Ik, het is wel inderdaad alleen maar Engels. Uh, vooralsnog. Uh, kijk, Amazon is nu wel gestart met een webwinkel in Nederland. Dus wie weet komt er binnenkort ook wel uh, een Nederlandse versie. Maar vooralsnog is het Engels. Uh, wij, wij praten dus ook Engels tegen. Maar uh, ja, ik beheer eigenlijk mijn lampen. Uh, maar ook uh, mijn thermostaat. Ik heb een nest-thermostaat. Oh ja. Uh, nou, die herkent Alexa ook. Uh, dus ik kan gewoon tegen Alexa zetten van uh, yo, uh, maak het uh, 21,5 graden of 21 graden. En uh, nou, uh, die nest die doet zijn ding, ja, um, mijn lampen. Uh, ik heb inderdaad ook uh, sonos speakers, dus ik kan ook zeggen: van... Uh, nou, draai eens een muziekje. Kan ik ook nog zeggen in welke kamer dat ik wil? Uh, je kunt kamers combineren, nou, je, je kunt eigenlijk best wel gekke combinaties maken, zo. En ja, ik. Het Klinkt een beetje stom, maar ik praat nu eigenlijk continu tegen Alexa door het hele huis heen om van alles uit te voeren. Ja, bij mij dus, is het uh, uh, precies net zo. Ik ben ook inderdaad uh, eigenlijk. Was volgens mij de eerste spraakassistent om je lampen überhaupt in Nederland te kunnen bedienen. Was Alexa met ja, nog bent. met een omweg, dan wel in het, in het Engels inderdaad. Want Google Home was er helemaal nog niet in het Nederlands. Uh, je had inderdaad wel Siri, uh, nou serie van Apple, dat heet HomeKit. Dat um, is nog weer een andere techniek of een ander protocol dan, dan, dan Zigbee, waar we het al over hebben gehad. Nou wordt het een beetje complicated. Ja. Um, Vol, volgens mij is dat stiekem ook via het wifi-netwerk. Maar. Uh, wat, wat jij volgens mij net ook al zei, niet alle lampen hebben het. Over. Nee, nee. Ja, als, ik, als ik de HomeKit app bekijk, dan, uh, dan, dan zie ik ongeveer 30% van mijn lampen in huis, denk ik. Uh, ja. En dat is één lamp per kamer of zo. En de rest <laughs> werkt dan niet. Uh, dat is dan, ja, dat is. Nou, dus Siri gebruik ik eigenlijk niet uh, om, uh, om dingen te bedienen. Omdat ja, daar simpelweg gewoon niet alles in staat. Ik, ik heb geen idee of fabrikanten uh, Apple uh, bepaalde dingen moeten betalen... om uh, met HomeKit te laten werken. Maar schijnbaar is het uh, ingewikkelder dan uh, uh, Zigbee uh, en Alexa en Google Home ondersteuning. Uh, dus dat zit niet overal bij. Maar goed, uh, Alexa begon ik ooit mee, uh, want dat, dat was via een omweg het enige beschikbare. Mm -hmm. uh, toen kwam Google... Home kwam naar Nederland toe. Dat kon je installeren op uh, of kun je aanvinken op je Sonos uh, producten. Alleen uh, ik moest zoveel afgeven aan Google qua toestemming. Ik wilde gewoon mijn lamp aan en uitzetten, maar hij wilde gelijk toestemming tot mijn webgeschiedenis en mijn kalender en mijn uh, reisinformatie en mijn volledige e-mailtoegang <laughs> en weet ik het allemaal. Handig als je Via als je Google Home dingen wil vragen over uh, je bestellingen of zo, of, of you name it. Maar ja. ik wilde gewoon alleen mijn lampen bedienen. Ja, dus, ja, ja. Uh, en je kon er gewoon, dat wil gewoon niet. Je kunt het gewoon niet bedienen zonder dat allemaal te doen. Uh, dus nou ja, dat, uh, toen ben ik maar bij Alexa gebleven en dat werkt verder prima. Ja, het lijkt wel alsof je bij Google, uh, uh, als je die stap neemt, dan moet je all the way gaan, zeg maar. Ja. Uh, en dan moet je het hele Google uh, systeem omarmen. Uh, ik denk niet dat het, het is niet per se niet gebruiksvriendelijk Want volgens mij heeft Google dat allemaal wel netjes voor elkaar. Uh, en je kunt ook gewoon Nederlands praten. Uh, maar ja, daar zitten natuurlijk wel wat kanttekeningen aan. En als ik, nou ja, ik, ik denk daar zelf ook zo over. Als ik mijn huis wil controleren, hoef ik niet per se de hele Google environment en ecosysteem hebben uh, om, daar, uh, ja, om daar gebruik van te maken. Dat vind ik ook een beetje ver gaan. Ja, dan snap ik dat er heel veel mensen... misschien niet Engels willen gaan praten in huis... tegen hun, ja, uh, ja. hun spraakassistent. Uh, dus ja, dan is Google Home... Uh, eigenlijk de enige optie momenteel. Serie dus. Maar dan moet je wel echt... Uh, alleen maar Philips Hue-producten kopen. Want die werken daarmee. Ja. Uh, maar goed, dan, dan hangt er een heel prijskaartje aan. Uh, dus nee, Alexa, Alexa voor nu. En dan... Uh, vraag, nee, je noemde het net eigenlijk al... maar wat heb je allemaal aan, aan smart dingen... In je huis dan momenteel. Ja, nou dat is eigenlijk wel een beetje langzaamhand uh, uit de klauwen gelopen. Want als je eenmaal begint, dan merk je hoe, uh, hoe gemakkelijk het is. Dus nou, wat ik al zei: ik, ik ben uh, gaan aanvullen met IKEA-producten. Nou, IKEA had in het begin een aantal lampen en volgens mij ook een sensor. Daar zijn ze mee begonnen. Ik weet niet of dat ook direct, direct bij de lancering was. En volgens mij ook een, uh, een, een stopcontact, die, die je dan ook via afstand kunt bedienen. Alleen dat ding was weer een beetje lomp. Want daar zit een heel ja, blok aan vast. Wat dan weer een beetje ruimte in beslag neemt. Dus daar was ik niet zo heel fan van. Uh, uh, dus maar ik ben met lampen uh, van IKEA begonnen. Ik heb een, uh, een lichtsensor van IKEA. Uh, dat vind ik heel erg handig voor op zolder. Als ik op zolder ook kan, ik, doe ik de deur open. Nou, dan gaat direct de lamp aan. Uh, dus ik hoef niet op knopjes te drukken of wat dan ook. Ik hoef ook niet uh, tegen Alexa te schreeuwen. Uh, dus dat vind ik wel op sommige plekken wel handig. Uh, even kijken. Ik heb ooit uh, twee trustlampen voor een kerstpakket gekregen. Alleen zijn bij mij allebei overleden. Oh, nou ja, dan we werken ik wel voor hetzelfde bedrijf. Die lampen heb ik ook. Daar kijk, <laughs> daar kijk ik nu naar. Hij uh, is still going. Maar ze doen het toch bij jou dus? Ja, hoor, beide. Niks, uh, niks aan de hand. Nee, bij mij zijn. Uh, um... Eentje is denk ik een beetje overleden door, het, uh, door de fitting waar het in zat. Dat was een IKEA-lamp waar dus een trustlamp ingedraaid was. Ik denk dat die elkaar gesloten hebben of zo. I don't know. Uh, en de andere hield er uh, volgens mij vorige maand mee op en uh, die wilde niet meer aan. Gewoon dood. I don't know. Weird. Ik hm. kan hem ook niet meer connecten. Oh, sorry, hij gaat wel aan. Dus als je hem uh, uh, daadwerkelijk het stroom erop en eraf zet, dan gaat hij aan. Maar ik kan hem niet vinden. In de app. Hij is niet meer bereikbaar. Uh, ja, het is eigenlijk nu gewoon een domme lamp. <laughs> uh. Dus, uh, ja, nee, dus, uh, dus, dus daar heb ik afscheid van genomen. Daarvoor heb ik weer IKEA-lampen genomen. Uh, qua lampen ben ik eigenlijk wel redelijk tevreden met IKEA, moet ik eerlijk zeggen. Die, uh, het is qua, qua dimmen niet zo mooi als, als, als Philips. Maar over het algemeen ben ik best wel tevreden. Ook qua kleur uh, ziet het er gewoon netjes uit. Uh, ik heb dus een Nest... Uh, als thermostaat, en dat heb ik eigenlijk meer gedaan omdat ik... Ja, ik wil gewoon van afstand kunnen bedienen hoe warm het in huis is. En nou, uh, dit jaar is dat niet zo heel spannend omdat ik niet zo heel veel van huis ben. Maar eerder uh, kon ik vanaf kantoor zeggen, nou ja, doe de verwarring maar alvast aan. En als ik thuis ben, heb ik, uh, is het lekker warm. Uh, dus dat soort dingen is wel, is wel leuk. Um, uh, Sonos speakers, is dat smart home? Ja, wel een beetje, nou, ik, ik heb uh, zo'n uh, speakers in mijn woonkamer en in mijn slaapkamer. Uh, nou, dat vind ik wel erg handig. Uh, en daardoor, dat is wel weer grappig, uh, doordat je die speaker dan... Nou, ik heb hem dan aan mijn, beide aan mijn tv hangen. Daardoor worden jouw tv's soort van smart. Want ik kan nu gewoon tegen Alexa zeggen, doe de tv maar aan. En dan doet hij de tv aan. Dat is wel grappig. Dat wist ik niet. <laughs> ja. Oh, that's, that's good to know. Ja. En... Er zijn meer dingen mogelijk, behalve dan je tv aan en uit doen. Uh, dat hangt volgens mij wel een beetje van je tv af. Als jij je, uh, je Sonos aansluit via HDMI uh, CEC, dus, uh, dat, dan kun je dus de signaal twee kanten doen. Je kan je tv oh, ja. daarmee controleren. Uh, dan kun je dus commando's uit laten voeren door uh, Alexa via Sonos. Dat is wel uh, grappig. Nice. En als ik tv zou kijken, denk ik gewoon met mijn tv, dus niet via een apart kastje, dan zou ik volgens mij zelfs zenders kunnen switchen. Cool. Nou, weer wat geleerd. Ja. Um, ja, ik, ik denk dat dat is het, denk ik wel een beetje. Dat is wel een beetje wat ik heb qua smart home. Ja, bij, Jij? bij mij is het nou, een beetje op dezelfde manier uit de hand gelopen. <laughs> ik begon nooit met die, uh, met die starter kit. En daar uh, nou ja, had je twee lampen. Dat was leuk. Uh, inderdaad, je merkt al redelijk snel hoe, hoe simpel het is. Uh, dus vervolgens inderdaad naar de Ikea, want daar kon je lampen halen. Dus bij de Ikea een handjevol lampen gehaald. En dan loop je eens een keer in de Aldi. En dan hebben ze dan toevallig ook uh, lampen in de aanbieding. Ook Zigbee, merk uh, Muller Light volgens mij. Ja, maar okay, ma yeah. maakt verder ook helemaal niet zoveel uit. Want het werkt allemaal met elkaar. Dus je komt thuis, schroeft hem in een lamp. Uh, Doe hem vijf keer aan en uit en pling, lamp gevonden en hij staat gewoon ja. in je app. Dus uh, uh, eens even kijken: de Philips Hue Set. Toen, oh ja, nog een Trust Set inderdaad, met Kerst. Uh, die lamp van de Ikea, lamp van de Aldi. Uh, toen, ik heb nog een paar lampen, daar zitten meerdere lampen in, zeg maar. Dat zijn, uh, zijn of hele rare fittingen waar je geen smart lampen voor kunt krijgen. Of uh, ja. uh, het is een lamp waar, waar vier. Um, vier peertjes in zitten. En ja. dat werd wel een beetje een dure aangelegenheid... om daar vier lampen in te gaan zetten van, uh, van, van 14 euro. Dan kun je dus inderdaad een smart stekker halen... waarbij je gewoon de hele lamp aan of uitzet. Uh, dus ja. dan kun je, kun je verder de lampen niet bedienen. Dus je kunt ze niet dimmen of van kleur veranderen... want het zijn gewoon nog steeds een domme lamp in. Maar je kunt gewoon het hele apparaat aan of uitzetten. Uh, dus daar heb ik een paar van gehaald... Uh, voor de, nou ja, de lampen die ik niet kon vervangen. Uh, en nog een paar extra voor het, nu de kerstboom... Uh, een airco, uh, <laughs> ja mobiele airco-unit deze zomer. Dus dan kon ik gewoon uh, die koppelen aan, nou uh, oh, daar kom ik nu op, uh, een uh, Philips Hue Motion-sensor in de keuken. Dus als ik de keuken inloop, dan gaan de spotjes van de keuken gaan aan. En ik heb een led ja. strip van AliExpress gehaald die onderlangs mijn keuken loopt. Die zit in een uh, smart stacker. Uh, in ja. een smart stekker. Dus die heb ik beide weer gekoppeld aan de motion sensor. Dus de motion, als de motion sensor iemand ziet, dan gaan de lampen aan en hij schakelt de stekker. En dus gaat de LED-strip aan. Uh, toen liep het uit de hand. Uh, want toen dacht ik, ja, ik wil het in de badkamer eigenlijk ook. Dus toen heb ik de dus spatjes in de badkamer vervangen. Toen liep ik weer in de Aldi. En toen zag ik dat ze daar ook een, ja, een soort smart relais uh, hadden liggen. Waarmee je dus. Uh, die kun je inbouwen normaal gesproken in stopcontacten, waarbij je dus gewoon ja. echt een stopcontact kunt schakelen. Ja. Uh, maar die heb ik uh, gewoon tussen wat stroomdraden uh, gehangen, waardoor ik uh, mijn badkamerspiegel nu kan schakelen als zijnde, uh, nou ja, een, een stekker. Dus eigenlijk is aan of uit. Ik kan hem verder niet dimmen. Maar nee, precies. Dus zo ging de badkamerspiegel ging aan. Toen dacht ik, ah, daar kan de badkamerventilator kan dat vast ook. Dus daar ook eentje tussen gehangen van AliExpress voor. Uh, 8 euro. Uh, nou, die, ja, je sluit hem aan. Je kijkt twee keer om je heen en pling. Alexa roept dat hij alweer een nieuw iets heeft gevonden. En in je Philips Hue app, Hue uh, app, zie je uh, een nieuwe ja, schakelstekker staan. En dat is dan, die geef je dan een naam badkamerventilator. Nou, en dan, ja, uh, precies. Zo kun je helemaal los. Dus dan roep je volgens tegen Alexa dat de badkamerventilator aan of uit moet. En de, de, de kerstbomen aan en uit. En uh, ja, het, uh, ik, ik vind het helemaal geweldig. Ja, het is echt rete handig. En uh, uh, wat dus ook wel handig is, uh, uh, want dat was een van de problemen die wij in het begin hadden. En dan heb, je, uh, uh, nou, dan heb je halve lampen die nog niet smart zijn en dan heb je lampen die wel smart zijn. En uh, dat, dat, dat gaat je dan een beetje tegenzitten, dus dan ga je langzaam dingen vervangen. Maar dat kan inderdaad dus ook door die, uh, door die slimme stekkerdoos, uh, om het maar zo te zeggen. Ja. Um, en wat wel heel erg handig is, in, uh, nou, in ieder geval in Alexa, maar ook in uh, philips Huey app kun je dus uh, groepen aanmaken. En je kunt ook nog weer uh, lampen combineren. Um, ja, en dat maakt het wel echt heel handig. En je kunt dus uh, lampen registreren per kamer. Dus je, kunt, je hebt best wel veel controle om je, ja, alles te switchen en te doen. En ja, ik heb in mijn woonkamer, denk ik, even hardop denkende, stuk of negen lampen. In totaal. Er zijn ook een aantal spots, zeg maar, waar dan drie lampen in zitten. Maar die zijn ook allemaal smart. Ja. Um, want dat, dat vond ik vet. <laughs> ja, je, je, je. Nee, maar ik, ik kan nu echt uh, best wel complexe scènes maken, zeg maar. Dus als ik uh, 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 film ga kijken, dan gaan. Uh, even kijken, ik heb dan spotjes die dan uit elkaar uh, gericht zijn en dan gaan twee spots, die gaan, uh, die gaan heel zachtjes en eentje is wat feller en die, die schijnt dan precies naar een bepaald stukje in mijn kamer. En, ja. ja. Ik vind dat echt, echt super vet, want je kunt helemaal naar je eigen wens zetten. Ik moet wel eerlijk zeggen, in het begin was dit allemaal heel erg wennen voor mijn, uh, voor mijn vriendin. Die dacht van, uh, waar ben je in hemelsnaam mee bezig? We hebben gewoon knoppen, wat, wat is daar mis mee? <laughs> Ja. Maar ik zei nu wel van, uh, ja, maar je kunt nu gewoon in één keer zeggen: uh, Alexa, doe de lampen aan. En uh, je, hele, je hele woonkamer is nu aan. Ik, ja. ik, ik hoef niet al die lampen. En, hè, en al die, die lampen die dan, die heb ik dan. Ik heb dan een lamp ergens in de hoek staan, waar normaal gesproken zit er zo'n klopje ergens op de grond. Die, die moet je dan aantikken met je voet. Ja. ja, dat soort geneuzel heb je gewoon niet meer. nee, nee ik, wat ik net nog wilde zeggen. Ik heb dus. Uh, uh, ook die motion sensor Philips Hue motion sensor wel aan de prijs, uh, maar goed, er zit een temperatuursensor in, kwam ik achter. Oh, wat en is die kun je dus nog weer koppelen aan een smart stekker um, die ik gekoppeld had aan mijn Airco mobiele Airco unit toen het deze zomer zo warm was. En als de temperatuur dan boven de 25 graden kwam, het. Die stekker in, gaat die stekker aan. En dus gaat de echo aan. Nou, dat is helemaal geweldig. Dat, dat is echt briljant. Ja, ja. Dat, dat soort dingen kun je er allemaal bij doen. En ik, ik heb ook nog van die uh, uh, van die filamentlampen. Beetje van die, ja, uh, die, ja, die oldschool old lampen, zeg maar. Die kosten van Philips natuurlijk ook weer de hoofdprijs, maar bij de IKEA 12 euro of iets ja. dergelijks. En die kun, je, ja. Ja, die kun je ook nog dimmen. Dus dan heb je echt een heel mooi sfeerlampje. En, en er komt ook nog best wel wat licht af als je hem helemaal, uh, helemaal op uh, vol, uh, vol, uh, vol zet. Ja, ja, nee, klopt. Uh, zeker. En... Uh, uh, ja, wat, ik, wil eigenlijk, ik weet eigenlijk helemaal niet wat ik wilde zeggen. <laughs> heb je nog... Heb je nog uh, user experience, UI, dingen, apps? Uh, heb je de IKEA-app toevallig ook gebruikt? Werkt dat ook? Of andere nou, apps? Dat is, oh ja, dat is wel even goed om te melden inderdaad. Helemaal in het begin, uh, wat ik al zei, werkte de IKEA-lampen niet in één keer. Dus heb ik de IKEA-hub gekocht... Uh, uh -huh. En eigenlijk alleen om ze een software update te geven. <laughs> Zodat ze wel werkten met de Philips Huey uh, app. Uh, ik heb even die app gep geprobeerd. Hij ziet er prima uit. Ik denk dat je daar ook uh, de meeste dingen wel mee kan die ook in Philips Huey zitten. En ook qua user experience ziet dat dat best wel gewoon netjes uit. Dus je kunt ook gewoon daarmee beginnen en, en, en starten. Ik weet eigenlijk niet of die IKEA app ook van alles slikt. Of in ieder geval die, die, uh, die hub van IKEA. Dit is wel mijn Zigbee. Oh, of je de andere lampen dan ook kunt. Ja, in of je daar zet. ook alle lampen bij in uh, kunt, kunt zetten. Dat, dat weet ik eigenlijk niet. Nee. Stekkers en sensors en dat, dat durf ik niet zo te zeggen. Dus, um, um, en uh, trouwens, wat ik ook nog tegenkwam, dat wilde ik zeggen. Um, ik weet niet of jij daar wel eens naar hebt gekeken, maar naar de Homey. Ken je die? Uh, ik ken het wel, maar ik heb het niet gebruikt. Ik zet de dingen. Mijn vader heeft. Uh, die is nog weer een stapje verder. Als mijn vader trouwens. Uh, die, ik, de vorige aflevering ging het ook al over mijn vader. Met zijn browser. Maar uh, <laughs> ja, die heeft. Hij al... is wel hip. Ja, hij is best wel hip inderdaad. Dan, uh, hij heeft dus ook het hele huis geautomatiseerd. En laatst stuurde hij dus een video dat hij. Uh, en ik weet niet of dat van homey is. Maar een automatische gordijnopener. Okay. Dus dat is zo'n soort, ja, soort robot-wieltjes-ding. Die zet je op je gordijnrails. En ja. nou, die koppel je dus automatisch weer aan je Google Home. En dan zeg je, doe de gordijnen open. En dan begint dat dingetje te rollen. En dan gaan de gordijnen open. Ja, dat is al tof. Of zwart, dicht. Of ja, ja. dat, uh, dus als je dat weer zou koppelen aan een, uh, aan een lichtsensor... dan kun je dus op basis van of de zon je woonkamer in komt... doe je de gordijnen dicht. Ja, of, uh, ja nou, dat, uh, dan kun je dus echt helemaal los inderdaad. Ja. Nee, wat ik nog wilde zeggen over die Homey, dat is, uh, ja, het is dus ook een soort apparaatje, maar daar zit eigenlijk alles in. Dus wat we al zeiden, hè, je, hebt, uh, je hebt een Ikea heeft een hub, ja. uh, Philips Hue heeft een hub en uh, uh, dit, wat Lidl nu uh, aan het doen is, heeft nu ook een, een hub gestart. Homey is dus ook een hub. Die heeft uh, een, een flink aantal verschillende protocollen ook in zich, dus niet alleen maar Zigbee, doet ook Wifi. Het doet zelfs klik aan en uit, want dat werkt niet via ZigBee. Of nou, niet alles werd via ZigBee, maar via een of andere soort van radiofrequentie. Maar dan een heel hoog signaal. Uh, en het doet volgens mij zelfs infrarood. En uh, wat, het is een Nederlands product, dus dat is wel grappig. Oké. Okay. En uh, zij hebben daar best wel een hele toffe app ook omheen gemaakt. Het is niet goedkoop. Volgens mij. Is het echt zo'n rond de 300, 400 euro? Het is best wel een, een stevig ding. Het is ook wel een. Uh, het is best wel een gek ding. Het is een soort ja, bol met een uh, ledlampje aan de onderkant. En um, maar je kunt er alles aan koppelen. Dat, dat is een beetje hun unique selling point, zeg maar. Uh, alle apparaten. Is ook uh, Een de, de, beetje de tegenhanger van Zigbee is uh, Z-wave of Z-Wave. Um, ja. Dat is ook een uh, soort draadloos protocol, waar je ook een soort van. Ja, dan ga ik wel heel erg misschien de diepte in, maar een mesh-netwerk mee kunt maken. Dus dat betekent dat als jouw netwerk wordt groter naarmate je meer lampen of meer apparaten van datzelfde type uh, protocol uh, eraan hangt. Mm -hmm. Dus je hebt niet één centraal station nodig, zoals met een, uh, ja, met, met een modem bijvoorbeeld. En dat je meerdere antennes nodig hebt. Dat heb je bij Zigbee en bij Z-Wave of Z-Wave. Uh, heb je dat niet nodig. En die homie, die kan dat dus allemaal. En... Uh, uh, ik heb wel eens uh, die interface gezien. Uh, en dat ziet er best wel netjes uit. Dat hebben ze echt wel mooi gemaakt. Het is misschien. Uh, ik, ja, wat we hebben net al hadden we hebben een Raspberry Pi met Home Assistant. Nou, dan gaan we echt richting het programmeren toe, zeg maar. En we hebben dan, zeg maar, Philips Huey met Alexa en dat soort dingen. Ik denk dat Home hier een beetje tussenin zit. Het is misschien wel een beetje de next step. Ook als je wat, wat andere funky dingen wilt. Want je kunt zelfs je eigen scriptjes schrijven uh, en, en dingen aan elkaar gaan koppelen. En dat, ja, dan begin je wel natuurlijk echt een compleet smart home te maken. Ja, ja, je hebt inderdaad op die Raspberry kun je... Stel dat uh, je smart apparaten koopt die dus niet met elkaar kunnen werken... omdat de app dat niet ondersteunt of dat soort dingen... maar dan ga je echt de diepte in. Dan kun je dat op zo'n Raspberry kun je dat zelf uh, aan elkaar knopen. Ja. Um, nou ja. Daar gaan we nu niet op in. Daar ben ik ook nog niet aan begonnen. Nee, Alles wat ik heb, dat werkt gewoon in de standaard Philips Hue app. En daar kun je dus al best lachen dingen mee doen. Ja, klopt. En, en, en we hebben het ook een beetje over, over UX en over de gebruiksvriendelijkheid. Uh, ik denk dat Homey, dat zit, uh, nou, dat zit nog wel op de grens. Daar kun je simpele dingen mee doen en dat ziet er leuk uit. Daar kun je ook geavanceerde dingen mee doen als je wil. Dat kan trouwens ook wel een beetje in de Philips Hue app. Je kunt wat schema's maken en je hebt wat... Uh, Volgens mij hebben ze ook een lab, toch, of zo? Waar je plugins ja, en extra ja, externe diensten aan kunt koppelen. Ja, ja en, en echt de Advanced, dus de Raspberry Pi met een Home Assistant. Ik heb daar wel eens naar gekeken. Ik vind het toch wel een beetje interessant af en toe om um, daar eens naar te kijken. Uh, maar dat is, het, het, is niet, het is niet gebruiksvriendelijk. Dat, dat kan ik echt niet zeggen. Misschien wel in the end, als je alles hebt geprogrammeerd en gedaan. Ja. Maar voordat je daar komt... Ja, dat, daar mag je wel een hobby van maken, zeg maar. Ja, ja, ja precies. precies. <laughs> heb, je nog, uh, heb je nog dingen in huis die je dan nog wil gaan vervangen? Of? Nou ja, uh, ja dat, dat, dat wil ik zeker. Uh, uh, ik wil er wel een beetje... Uh, hè, ik heb nu een beetje qua lampen en qua muziek en zo... Dat, dat, dat is nu allemaal wel redelijk in orde. Uh, maar ik, ik wil toch wel een stapje verder gaan... en wat, wat, wat weer leukere combinaties maken... Uh, met, met wat domme apparatuur ook, misschien wel. Ja. Dus, dus uh, uh, misschien dingen als ik loop de keuken in uh, en als het zo laat is, misschien moet dan uh, de, de, de afslagkappen automatisch aan, ik noem maar wat. Of hij kent dat ik uh, mijn gas van huis aanzet. Ja. I don't know, maar dat soort, hè, dat het echt smart wordt, die kant wil ik wel gewoon op. Maar ik ben er wel achter, dan, uh, ja, dan moet ik zelf aan het programmeren slaan, denk ik. Uh, Anders waarom dat niet. Ja, ja, ja je, hebt wel, je hebt wel steeds meer van die, van die apparaten. Slimme waterkokers en koffiezetapparaten. En uh, you name it. Uh, dan zit het er gewoon in. En dan is het weer een kwestie van uh, gewoon instellen... aan elkaar koppelen en uh, gaan met de banaan. Ja. Maar inderdaad, dat, dat is ook wel een beetje... Ik, ik heb alles qua muziek. Uh, als ik thuis kom, uh, dan gaat Sonos uh, aan. Uh, gewoon zachtjes. Met, wat, uh, oh, ja. met een playlist die ik heb geselecteerd. Uh, ja. En als je weggaat, dan stopt alles. Dan stopt de muziek en gaan de lampen uit. En uh, al dat soort dingen. Mijn thermostaat is wel slim. Maar werkt dan weer helaas niet met uh, spraakgestuurd of dat soort dingen. Dus van Remea, die heeft uh, hun eigen ding. En, nou, die zijn nog niet helemaal... Uh, die hebben het licht nog niet gezien op dat gebied. <laughs> Ze hebben een app en je kunt hem op afstand aansturen. En, en nou ja, hij heeft een paar geinige features, maar dat is het ook. Dus... Uh, maar ja, verder, verder eens even denken. Inderdaad, uh, domme dingen nog slimmer proberen te maken. Dat is wel. Ja. Alleen ik, ik, soms denk ik wel eens over na. Maar ik kan dan ook eigenlijk niks verzinnen waar ik nu zo zou willen gaan veranderen. Maar heb jij qua, qua verlichting nu dan alles als, als smart gemaakt? Of zeg je van nou, ah, sommige kamers en, of plekken: dat, dat hoeft het niet? Uh, de verlichting, mijn hal niet. Uh, want. Ja, die lamp heb ik eigenlijk nooit aan. Ik heb voldoende verlichting vanuit alle andere kamers... om daar mijn lamp niet per se aan te hoeven doen. En als, ik, als ik de lamp aan doe, dan, ja, dan druk ik wel op de knop, zeg maar. Ja. Dat, daar zie ik er nu nog niet van in. Uh, toilet wil ik nog wel uh, doen. Daar zit al wel een lamp in, maar daar moet nog even een sensor uh, bij. Dus dat als je de deur opent, dat de lamp aangaat... en als je de, ja, de deur opent, dat de lamp weer uitgaat. Uh, in verband met corona en zo, hoef je die knop niet meer aan te raken. Ja, slim. Slim. Ja, En voor de rest badkamer heb ik dus gedaan, keuken, woonkamer, slaapkamers. Ik weet niet, meer kamers heb ik niet in huis. Ik moet een groter huis kopen. Ja, kun je meer automatiseren inderdaad. Hé, en daar was je nog wel benieuwd naar. Hoe reageren andere mensen in je omgeving daarop? Eh... Ja, iedereen is natuurlijk wel enthousiast of die vindt het wel lachen. Dan um, nou moet ik wel zeggen dat ik nog niemand heb gehad die zegt van holy shit, dat wil ik nu ook, waar ga ik dit halen? Iedereen denkt, iedereen ziet wel, iedereen vindt het wel lachen dat het kan. Ja, ja. Maar misschien zien ze het nut er nog niet van in. Uh, laatst dus wel iemand die, uh, uh, die bij mijn vriendin die oude ouderwets, ouderwetse systeem zag met die afstandsbediening. Ja. En uh, dat. dat waarmee we met één knop dan alle domme lampen gewoon aanzetten. Zeg maar niet op afstand, maar gewoon in huis met één afstandsbediening. En toen ja. zei hij van: Wow, dat bestaat. Nou <laughs> het, ja, het dus zo ingeburgerd. Is het dan nog weer, uh, nog weer niet? Nee, precies. D dat merk ik ook wel. Hè. als ik uh, sowieso, als ik mensen over de vloer krijg en ik begin tegen Alexa te praten, dan kijken ze me heel raar aan. van ja. probeer je nou dat. Ben je nou een en, beetje een wat... show of aan het doen? Ja, of, uh... ben je nou, praat je dus. Al... Maar ja, ik, ik doe echt alles daarmee. Want... Ja, het, als, als ik zeg maar naar boven ga, dan. Uh, ik zou dat met sensors kunnen doen, maar wat, eigenlijk wat ik doe. Dus als ik naar boven ga, dan zeg ik van. Uh, nou, Alexa, doe de. licht de uh, maar aan in de slaapkamer. Nou, staat er alvast alles aan. Ja. Uh, ja, ik vind dat soort dingen echt wel handig om te zeggen. Um, ja, daarnaast gebruik ik het ook voor boodschappenlijstjes. Ja. En same. Uh, dat vind ik ook echt super handig. Het weer. Uh, nieuws, ja, af en toe. Ja, flashbriefing. Uh, ja, dus. dus uh, um, ik moet wel heel leuk zeggen, ik denk niet dat ik meer snel terug zou gaan. Alleen ik merk wel dat in mijn omgeving iedereen wel zoiets heeft van, ja, kom op, je kan toch wel op een knopje drukken of je kan dit, ja tuurlijk kan dat. Maar we hebben het over je leven gemakkelijk maken en nou, het maakt het wel gemakkelijker. Ja, mijn, mijn, mijn schoonouders die hebben nu dus Sonos speakers en die beginnen nu steeds meer tegen, dat, te, tegen de Google Assistant te praten. <laughs> ja. Ze hebben nu ook een, een, een thermostaat dan gekocht, waar ik bij moest helpen, want ja, ik ben de IT'er, dus uh, ik moet dan advies geven. Uh, ik zie ze ook nog wel aan de lampen gaan. Langzaam. Ja, ja. Langzaamaan. Het, uh... ja nee, ik, ik, ik zie het ook met hè, mijn ouders, wat ik al zei. Die hebben zo'n afstandsbedingetje gekocht. Uh, bij de Action. En uh, nou, dat, daar klikken ze het een en ander uit. Want ze hadden geen zin meer om al die lampen. Want dat vond ik inderdaad ook vervelend. Als je, in, als je een aantal lampen in je woonkamer hebt. Je moet er al die dingen een rondje bij langs gaan. Om ze allemaal aan te doen. Ja. Elke avond maar weer. En ze weer uit te doen. Ja, uh, dat, dat begint wel vervelend. En als je dan bij iemand hebt gezien van. Ja, door die in één commando heb je alles aan. Dat is toch wel echt handig. Ja, en dat dus, de user experience. Verbetert je leven en je huis. Ja, ja, ja zeker, zeker. Dus um, ja, misschien gaat uh, gaan er steeds bij meer mensen dat lampje branden. En ik denk ook eh, wat we al zeiden. Uh, lampje dat, branden. De, haha. <laughs> Uh, Doordat dat Lidl, Hema en dat soort partijen dat ook gaan verkopen, ja, dan gaan mensen toch denken: van... Hmm, hmm, ja, de Lidl het had dus tijdens Black Friday uh, slimme kerstverlichting. Hebben ze nog steeds? Met individueel ja. aanstuurbare ledjes van een, een lamp met 200 ledjes. Dus dan kun je volgens mij in de app met je vinger over een deel van die ja. ding heen en dan gaan nou, oké. Okay. Ik heb trouwens uh, uh, de, de app gezien van, uh, van Lidl. En uh, nou, als mensen dus willen beginnen. Uh, met domotica en om dingen smart te maken. Ik denk dat Lidl niet eens een heel rare vertrekpunt is. Uh, de app van Hema en. Dat uh, was nog een van de winkel die het ook deed. Die was niet zo heel best en een beetje simpel. Maar de app van Lidl. Lidl heeft dus echt wel energie gestoken om hier echt een platform van te maken. Een beetje à la Ikea. Uh, ik denk dat ze daar wel mee gaan concurreren. Ja, ik, ik heb het nu voor me, dus om dan even een recap te geven. Uh, IKEA, je kunt een starter set kopen met dus een hub, waar je dus nou ja, eigenlijk heel veel apparaten op kunt aansluiten, van je thermostaat tot je lampen tot smart stekkers, wat je maar in huis haalt als het met Zigbee werkt. Uh, start een, een hub, twee lampen en een afstandsbediening kost je 80 euro. Uh, bij Philips... Uh, drie lampen, een afstandsbediening en een hub kost je 109 euro. Dus dat, dat ligt wel redelijk in lijn met elkaar. Bij Philips krijg je dus een extra lamp bij. Nou ja, die uh, of je dan eens even kijken, 20 euro waard is uh, iets duurder. En uh, de Lidl Smart Home heeft volgens mij geen starter kit. Maar ik zie dat je een gateway, oftewel zo'n hub, uh, ja. voor 30 euro hebt. En de lampen beginnen bij 15 euro, zie ik hier. En je hebt ja. ook uh, dus inderdaad. Zij hebben slimme deur- en raam sensoren. Dus je kunt dan in je app zien of je ramen en deuren open zijn. Smart stekkers. Oh, een starter set hebben ze wel. Een hub, afstandsbediening en drie lampen. 59 euro. Ja, netjes. Dat, uh, ze hebben USB uh, tafelcontactdozen, oftewel gewoon stekkendozen, smart gestuurd. Ja. Plafondlampen, bewegingssensoren, inbouwspotjes, led strips, uh, kerstboomverlichting. Ja, eh. Uh, ja, ze hebben, ze hebben direct een, een, een best leuke set uh, ook in hun assortiment. Dus uh, ik, ben eigenlijk, ik ben eigenlijk wel heel blij dat zij er ook mee beginnen. Want het betekent gewoon dat uh, meer concurrentie, lagere prijzen. Ja, uh, zeker. Zo, zo zie ik het gewoon. Zeker, zeker. Oké. Okay, um, nou, volgens mij hebben wij uh, Domotica uh, uh, voor nu wel even behandeld. Uh, ik denk misschien dat we in een in latere uh, aflevering dat nog eens een keer dieper op ingaan. Of misschien eens een keer een specifiek iets eruit gaan halen. Uh, maar uh, we, ja, we zetten alle, alle linkjes in de description, alle producten waar we het over hebben gehad. En dan uh, nou, kun je les uh, op je eigen gemakje het zelf uitzoeken. Uh, zullen we naar de voeten gaan? Ja, lijkt me goed. Heb jij, een, uh, heb jij iets leuks? Uh, ja, ik kwam deze week uh, een adventkalender voor UX tegen uh, ux.christmas. Uh, redirect je dan naar slash 2020. Uh, elke dag van december uh, een. Een artikel na of een onderzoek of iets anders leuks met te maken wat te maken heeft met UX, uh, over van alles nog wat. Over uh, kleuren, over lettertypes, over uh, Figma, You name it. Uh, het okay. is volgens mij wel Zweeds. Ik zie dat er de, de laatste artikel van vandaag is in een taal die ik niet spreek of kan lezen. <laughs> uh, maar goed, de rest van de artikelen die, uh, zijn, uh, zijn gewoon Engelse artikelen. Dus. Uh, is leuk om even naar te kijken. En je, je krijgt dus elke dag één artikel of meerdere? Nee, of? Één, één, elke dag hebben ze één, uh, één, één, één uitgelicht artikel. Oké, oké. Oké, nou, klinkt leuk. Uh, ik zal het ook wel eens even checken. Uh, ja, ik heb ook een, uh, een tip, een aanrader uh, eigenlijk. Uh, ik heb vorig jaar uh, mijn eerste Oculus Quest uh, gekocht, uh, een jaar geleden. En ik heb uh, nu sinds. Mm, drie weken de Oculus Quest 2. En uh, ja, ik weet niet of je wel eens met VR wat hebt gedaan, maar uh, ja, mocht je nog nooit met een VR-bril hebben gedaan, dan zou ik het zeker aanraden. En kijk eens of je iemand in de buurt heeft die zo'n bril heeft om het eens te proberen. Uh, en, maar mocht je mee willen beginnen met het hele VR-gebeuren, dan kan ik zeker de Oculus Quest 2 aanraden. Het is. Uh, ik zit even te denken wat de prijs was. Volgens mij heb ik hem voor 2,20 Maar is hij misschien inmiddels duurder geworden. Want ik heb hem in aanbieding gekocht. Maar ik, uh, wij zijn helemaal verkocht. En ja, we hebben nu dus ook twee brillen in huis. Dus we spelen nu ook uh, games multiplayer. En het is echt heel erg lachen. Het is echt heel erg leuk. Ik, uh, en het, veel over gelezen. Nog nooit wat mee gedaan, eigenlijk. Oh, ik, ik kan het echt aanraden. En uh, het, het bizarre aan Oculus Quest is het is dus een draadloze VR-bril Dat maakt het wel wat anders dan de andere bril die er ook zijn, die ook wel duurder zijn. En de Oculus 2, uh, Quest 2 is uh, geüpgraded met een. Uh, nou, er zit een nieuwe processor in. Het is eigenlijk een stiekem een mobieltje wat je op, je op je voorhoofd hebt zitten, maar dat, dat, daar merk ik niks van. En, uh, um, uh, en een best wel scherp scherm, scherp, uh, scherper dan de eerste versie. En. Uh, uh, ze hebben een, een, een flinke store met games, uh, applicaties, dus je hebt ook YouTube in VR, uh, je kunt films kijken in VR, Lachen. en dat is best wel lijp, uh, uh, helemaal als je films hebt in 3D, uh, kan ik echt aanraden, dat is echt weird en, en grappig, <laughs> maar je kunt ook in bioscoopzalen zitten met andere mensen die ook live aan het kijken zijn naar dezelfde film als jij, dus dat, nou ja, dat is best wel grappig. Als je dan om je heen kijkt, dan zie je andere mensen. Zie je, andere mensen kunnen elkaar zwaaien. Je kunt met elkaar chatten. En je kunt popcorn naar elkaar toe gooien. Ja. En... Ja, dat is heel okay. apart. <laughs> Oké. Okay. Nou. Maar in het kader van corona, en we komen niet zo heel veel buiten. Ik, kan, uh, ja, ik heb straks uh, kerstvakantie en ik kijk er eigenlijk wel naar uit, want ik denk dat ik veel achter mijn VR-bril ga. Uh, Met ga al zitten. je digitale vrienden dezelfde film kijken. Ja, uh, film kijken, uh, pingpongen, uh, yeah, you name it. Het zit echt ontzettend veel leuke uh, spellen in. Er is wel één, maar. Uh, Oculus Quest is uh, van Facebook. Oh. En je bent verplicht om een Facebook-account te hebben. Oh, die heb ik net verwijderd. Ai. En het is zelfs zo, dat heb jij geen goede uh, Facebook-account, of heb je een, een slechte uh, score, om maar zo te zeggen, of nee, weet ik veel, je bent een keer van Facebook afgekickt, dan kan je die beelders niet gebruiken. Really? Dus, ja, ja. Oké. Okay. Ik denk ja, dat dat, dat een het goed, dat... goed punt is voor een, voor een andere aflevering. Ja, nee, daar gaan we het nog over hebben, inderdaad. Maar uh, heb je wel een Facebook-account en boet je dat eigenlijk niet zo heel veel? Dan kan ik hem aanraden. Ja, dus als je gewoon alleen foto's van je, van je kat of je hond post en uh, lieve reacties achterlaat, dan uh, mag je, mag je de uit. Oculus Quest uh, gebruiken. En als je het niet eens bent met uh, het coronabeleid in Nederland, dan uh, is zo'n bril niet <laughs> ja, voor nee, jou. Dat is het niet, niet voor jou. Goed, nee, klopt. Oké. Okay. Uh, dat was hem. De tweede aflevering alweer. Uh, ja, er valt niet zo heel veel te zeggen. Dan uh, ik denk ik uh, tot de volgende keer. Yo, later. Hoi.